Hey, ik ben in Oslo en ik ben hier namelijk voor de film Eddie the Eagle. Dat is een waargebeurd verhaal over Michael Edwards, de Eddie. En die wou heel graag Olympisch atleet worden. Namelijk atleet in het schansspringen. Nu, niemand in Groot-Brittannië had er oor naar, niemand had er respect voor, wou die steunen. De jongen heeft dat helemaal alleen gedaan. Hij heeft dat zelfs zo gedaan dat hij heel populair is geworden. En vandaar Eddie the Eagle. As we embark on a new era for sport. An opportunity to discover a new kind of athlete. Okay, hands up, that was my fault. Eddie, you are not an athlete. What I want, you got magic heart. I really need a coach. Ik ben hier aangekomen in het trainingscentrum om te leren schanspringen. Het gaat hier over evenwicht, het gaat hier over balans. Dus als je een klein beetje wil snappen wat Eddie the Eagle heeft meegemaakt en wat er in zijn kop is gebeurd, dan moet ik dat hier leren. Moet dat kunnen. We zullen wel zien. Wordt plezant. Want your moment, Eddie Edwards? I can get you your moment. But it's gonna hurt like hell. For both of us. Your back leg is up, takes in the wrong position. Get closer. Feel the weight in your feet. Feel the weight. I got you. Whoa! Look. More difficult than I expected. Good. My ass, my anus. Ja, dat was echt plezant. Je voelt echt die wind langs u gaan en dat doet echt veel. Zo. Yep, thanks. Hallo. Wat een zicht al, mannetjes. Je kunt naar Eurosport kijken, naar de winterspelen en dan zie je die mannen springen. Dat is graaf, maar dan denk je van, oh ja, ça va wel. Maar dat is dus niet waar, hè. Dit is die schans, die is gigantisch hoog. En ik ga nu niet daarvan afspringen, want dan ben ik gewoon dood. Dan breek je mijn nek. Maar ik ga wel een deadride doen van hierboven. Puur om toch een klein beetje de sensatie te hebben van de wind, de hoogte en de snelheid. Dat was bangelijk. Bangelijk. Echt gewoon super gaaf. Eddie the Eagle is een dikke zot. Dat weet ik. Dat zijn ze, hier achter mij. Hier ga ik ze iets gaan springen. Ik heb geoefend op stabiliteit, evenwicht, houding, starten, landen. Dus ik zou het in principe moeten kunnen. Maar als ik hier zo sta, dat zijn toch serieuze hellingen. Hè. Jongen. Dat zijn veel trapjes. Hè. Hey Eric. Hello. Are you ready? I don't know actually. Mijn mannetjes, hier zit ik hier aan zeg. En dat is dan een Jeannette sprongetje. Mijn mannetjes, dat is te gaaf. Dat is echt maf. Het is zot, hè? Dat is maar 10 meter. Die mannen springen van 10 keer zo hoog, zonder probleem, en die vliegen dan 250 meter. Dat kan ik niet. Maar dit is echt wel een hele grave rush, de kick in je lijf. Dus ga maar gewoon naar de film zien. Eddie the Eagle. Eddie's off.